spiders and snakes, of course. Rule number two is to get some good shelter from up top. So hands down. Kijk, zo doe je dat, hè? Gewoon even uit het glas van Lydia drinken. Want ik ben veel te lui om even naar de waterbak in de keuken te lopen. Nou, doen we het zo even. Hé, Luna? Lekker! Wat is dat lekker. Gelukkig is het een stevig glas. Want dat anders is het al lang omgegooid. Zo. Is dat lekker maar, dame? Ja, hè? Later! Nou, dat ging wel glas water. Ja, gelukkig zit er nog meer in de kraan. Ik ben, ja, namelijk, ik ben namelijk niet te lui om te lopen. Nee, maar deze kat wel, hoor. En het heeft niks te maken dat ze drie pootjes hebt. Wel, nee. Oh, wat ligt dat lekker. Volgens mij gaat ze het hele glas leeg drinken. Oh, Luna. Oh, dan gaat u weer voor de glas, zag je? Oeh. Lekker, hè? Zo. En je weet het, glaasje op, laat je rijden, Luna. Later. Nou, ik sta hier bij de meest geavanceerde bedrijf van scootmobiels aan huis. Aan de Marconiweg 6 in Hellevoetsluis. En moet je eens kijken wat een prachtige, mooie producten hier allemaal wel niet staan. Mooi hoor. En dan dat, ik hoor net dat er nog uitbreiding gaande is. Wow. Super. Zo. Later meer in ons krantje Groot Hellevoet. Zo, de scootmobielaanhuis.nl op weg naar de vrijheid. Wat een verschrikkelijke aardige mensen. En wat hebben die een kennis van zaken. Echt super. Aan te bevelen. Krijgt er niks voor. Gewoon puur omdat ik het deze mensen heel erg gunt. Later. Zo, de werkzaamheden zijn begonnen hoor. Kijk eens, het wordt helemaal mooi schoongemaakt. Super. Hey, hallo. Nou, einde van de dag. Vrijdag, de 4e november 2016. En dat was hem weer voor vandaag. Hey, leuk dat je weer gekeken hebt op mijn vlogje. En ik zou zeggen, voor straks welterusten. En morgen allemaal weer gezond op. Wat doe je, Kian? Niks. Wat doe je? Hey. Oh, kijk, Kian wil nooit op de vlog. Oh. Ja, echt een fijne gozer is het. Zo. Maar, hoe heet het? Morgen weer lekker gezond op. En hopelijk allemaal natuurlijk weer. En gaan we weer kijken wat de zaterdag ons brengen mag. Ik heb begrepen dat er iets heel spannends gaat gebeuren. Zal ik het jullie vast verklappen? Of zal ik denken van nee, ik doe het wel weer einde van de dag. Ik laat het zo. Morgenavond zien jullie wat er morgen in Hellevoetsluis is gebeurd. Allemaal kijken hoor. Later. God loves you all. Hoi.